Yo, kijk, Svenny op T. Vandaag ben ik weer een nieuwe aflevering van Ropey's Twin B Rainbow Bell Adventures. Ik moest steeds de cartridge erbij pakken. Om het überhaupt te kunnen lezen. En die letters zijn niet echt altijd makkelijk om te lezen. Oeh, we hebben ice. Oh, dat zijn deze levels. No, I know them. They're pretty shit. Maar dit is wel een leuke mechanic. Dan moet je eigenlijk steeds verder naar beneden. Oké. Okay. Dank u. Dat wil ik ook best wel graag. Of dus niet. Maar ga ik maar niet naar binnen? Nee. Pidu. Hoppa, en van weer een shield back. We gaan steeds verder naar beneden. Zoals je ziet, die moest ook in de finish zijn. 59 seconden. Dat is een lekkere snelheid. Het is te halen in 23 seconden, moet je nagaan. Nee, niet nog een keer dit level. Kan ik op één of niet terug? Ja. Met select dus. Wat is het als dit finish? Onder mij. Maar waarschijnlijk zal het wel zoiets zijn. Dat ik op die onderste baan terecht moet komen. Om dan vervolgens het te kunnen halen. Hé, hey, dit is een blauw slot. Ik kan dat hier in deze wereld halen. Oké. Okay. Een extra life zou niet verkeerd zijn. Oh, dat was dit gedeelte. Hoe groot is de kans als dat kan gebeuren? Niet heel groot. En mij gebeurt het. Oh god, en mijn horloge gaat heel dit af. We gaan apps updaten. Woehoe! Ook altijd leuk. Dat er push notifications. Dit is trouwens precies dat level wat ik trouwens net over van mijn keel van had. Echt een scheidlevel is. Hop, daar ben je naartoe. Ik wil juist een knoppen indrukken. En die kant op. Zo snel wie mogelijk naar oben gaan. Dat is slim wat ik doe. Waarschijnlijk niet. Maar toch vind ik het slim genoeg om te doen. Ik ben sowieso dood. Stage 24. Dit is echt een scheid stage. Dit gaat me echt heel veel koppijn geven, deze stage. Dat weet ik zeker. Nou, gaan we het maar snel doen. Toch maar even iets rustiger gaan spelen. Ja. Maar hier kan ik ze wel flink zacht alweer heen rennen. Oké, okay, in ieder geval, ik kan twee keer gehit worden. Maar nog maar één keer. Op zich wel wat minder.
Jezus, ben ik weer dood. How is that impossible? I can so many times die in one stage. How? Oké. Okay. We zijn maar 4 levels, is dat nog goed? Want volgens mij zit deze game echt wel aan een max van hoe groot die mag zijn. Want ik weet dat deze game 700 kilobits is. Wat voor een SNES game best wel heel erg groot is. Jongen, ik sloeg toch. Oeh, dat is nice. Oké, er is echt helemaal niks van. Useless shit. Hop. Ik ga niet echt soepeltjes of zo. Oké, there we go. Hier komt het vervelende stuk met het omhoog komen. Ik heb nooit gezegd van, gaan we vliegen. Oké. Het gaat echt niet goed. Deze game. Er komt allemaal shitmails binnen, allemaal spam. Het is hier het moment van de dag. En mijn Android telefoon is aan het updaten vanuit de Play Store. Oneindig veel pushmeldingen. Kijk, hier heb ik dus wat aan. Wat nuttige shit krijg. Wel wat nuttige shit, maar niet zo heel veel. Dat is nuttig. Dat is ook nuttig. Dan ik er maar één tegelijkertijd hebben. Je moet gewoon even rustig gaan wachten tot een paar wolkjes gespand zijn. Op zo'n manier gebouwd dat je gewoon moet wachten. Ik wacht er nog één. Ja, Chris, ik wacht er nog één. Ripperino's. Ik moet echt meer lives overhouden. Ik moet echt rustiger gaan spelen. Dat roep ik al zo lang en zo vaak. Alleen ik doe het niet. Brrr. Dus we zitten ook weer live kosten. Dit gaat me geen life kosten. Hop. Hier naartoe. Dat dingetje eromheen. Die sneeuwman weer instant weer kwijt. Mij geeft deze sneeuwman er ook 1. Die ga ik allemaal niet meer collecten. Geen collectors item voor mij vandaag. Daar heb ik echt allemaal nu niks aan. At the moment. Echt aan alle kanten zit er weer slecht voor. Ik heb nooit gezegd, ga maar vliegen. Ik kan nog een andere kiezen, Twinbow. Misschien vliegt hij wat minder snel. Oh, die vliegt juist nog sneller. Misschien moet ik die groene hebben. Kijk eens aan.
Het probleem is, ik heb ook helemaal geen items. Ik kan net zo goed nu al suicide play, maar die ga ik toch niet meer halen. Dat kun je gewoon zien. Ik moet nog helemaal tot boven en dan kan ik in één keer helemaal naar beneden. Via die slide volgens mij. Dit gaat echt zo'n lang level worden. Deze ga ik kiezen. Gwynbo. Echt, wat een naam. Typisch Japans. Hop. Hop, hop, hop. Paadje in galop. Ik ga die eventjes. Van jou krijg je zo'n shield. Dan red ik je gewoon snel omhoog. Dan heeft hij natuurlijk een ander item. Want hij gooit hier wat. Even wat meer laten inspawnen volgens mij. Hop. Hop. Kijk. Hij valt gewoon eerst en dan pas gaat hij denk ik over. Naar die turbo boost. En daardoor ga ik dus elke dood. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Kom, ga dan op dat sneeuwvlokje. Als je dat niet weet, dan moet je dat zo'n sneeuwvlokje voorstellen. Kijk, ik blijf gewoon spammen. Alleen hij registreert dat niet. Dus ze te dicht op elkaar staan. Oh, oké, ik Gwynbo kiezen. Hij vliegt wel een stuk minder snel. Hij gaat vliegen. Dat scheelt ook al best wel wat. Nog een poging. Oh. Nou, laat dat maar niet meer gaan doen, vliegen. Ik heb wat met de hik. Hop. Hop, hop. Paadje in galop. Protected. Hop. Hoppa. No. Hop. Hop. En dan zo. Oh, maar natuurlijk met deze kan ik maar eentje killen. En met die andere kan ik meerdere killen. Maar ik ben nu met maximale levens hier doorheen gekomen. What happened? Nou, we hier doorheen zien te komen. Hop. Oh, het maakt gewoon niet eens uit wat je eigenlijk kiest. Jezus. Deze toch heb. In één keer niet meer is. Dus als ik nu dus één keer misspring. Of iets te lang moet wachten op iets. Keuzes. Ik ga deze kant. Dit gewoon heel langzaam. Spelen. Gadverdamme! Dus als ik één keer de verkeerde keuze gemaakt heb, verlies ik dus helemaal geduld en ga ik dus deze fouten maken. Gwynbo. Here we go.
take 6389 miljoen. Super Meat Boy is gewoon een death counter. Ja, ik wist dat damage zou gaan oplopen. Oké, het is weer hetzelfde als anders. Kapot veel damage. Oké, in welke twee hits kan ik verduren? In ieder geval wel heel wat. Hey, een pistool. Oké, daar zijn er weer twee. Kijk, dan kom ik dus weer hier. Begint dat gejump weer. It's more like frogging. Weet je, dus dat hele kleine kwadleventje erbij zou ik best wel graag willen hebben at the moment. Een stuk beter dan ik eigenlijk had verwacht. Safety measures. Ik kan één hit verdragen. Die helpt me ook met killen. Nee! Wat? Dat was het bijna. Bijna, maar nog niet helemaal. Dat is echt weer om te huilen. Here we go again. Ik weet wel welke speedrunner zal ik altijd gaan. Ik wist dat ik daar neer zou gaan. Maar die wil ik altijd heel graag hebben. Is ook wel handig om te hebben. Dus eigenlijk wat die eigenlijk doen. Oké. Dit weet ik als safety is. Ik zet die vent. Die trouwens ook. Hop. Ik moet zoveel mogelijk van die groene eigenlijk niet verzamelen nu. Die kunnen ook nooit kwijt. Ik kan 3 hits hebben. Dat is op zich ook best wel heel fijn. Dat ik nu wat meer hits kan hebben. Heel veel meer hits. Kom op, jump. Jump, jump, jump. Hik. Ik kan nog 1 hit verdragen. Dat is echt niet veel. Seriously? Is het zo'n death? Oh, je kunt wel één item heen schieten, maar de andere krijg je wel killen. Maar hij despawnt even lekker niet. En daar ben ik dus dood gegaan. Lekker is dat. Zulke soort deaths, daar hou ik van. Dat zijn echt van die SNES deaths. Alleen maar bij dit soort games voorkomen. Oké, dat is nadeel van ijs. Altijd lekker slibberig. Slibberig. Glibberig. Oké, ik kan eens goed suicide plegen. Want ik heb toch al te weinig HP. Kom, doe het dood. Goed zo. Kom. Smash dat. En we gaan kijken als we het nu wel kunnen halen. Let's go. Hop, hop.
En dan springen we hier nog een keer op. Springen we hier op. Waarom is het zo moeilijk? Ik moet gewoon weer doodgaan. Ik heb gewoon te weinig HP dan. En er zijn te weinig bellen om mij goed te kunnen healen. Want ik kan nog maar 2 hits hebben. En na 2 hits ben ik gewoon dood. Dus eigenlijk kan ik 1 keer damage van oplopen. Dat is gewoon te weinig. Dus ik kan niet zo goed even suicide plegen. Want anders ben ik alleen maar langer bezig. Want zo goed ken ik mezelf daarin. Hop, hop. Hop, shoot it down. Zoveel mogelijk van die collecten. Ik zet defense ring. Altijd chill. Nu ik weer even kwijt ben en weer terug heb. Oh, die zijn bestendig tegen dat schieten. Nou, goed zag. Ik wil echt zo gewoon die ene alleen. Kom op. Ik moet hierbij. Oké, we zijn weer bij die sneeuwvlokjes. Ik ben nu met maximum health. Dus dat is echt gewoon het beste wat maar kan. Hop. Even zien, jump, jump, jump. Oké, ik had maximum health. Oké, dat gaat niet helemaal zoals volgens plan. Oké, 1 keer heb ik er. Het mooiste was 3. Die dus niet inkomen. Nee, dus. Het is altijd zo'n heel naast stuk hier. Hé, er is iets gerespawned. Dat zou ik moeilijk doen. Maar zo ver mogelijk omhoog rennen. Dan hoop ik als er hier geen spant. Dat had ik echt nodig. Zo'n health dingetje. Zo'n hartje. Holy shit. Dat was weer vol health. Hier is ook weer een key. Hier zit dus die roze key. Ik wil hem best wel graag hebben. Die best wel wat benefits met zich meebrengt. Kijk, ik stuur een keer naar beneden kletter. Oh, ik kan gewoon zo kunnen doen. Lol. Time to the other side. Dan gaan we helemaal door naar beneden. Echt gewoon belachelijk dit. Dus helemaal naar boven, helemaal naar beneden. Maar in ieder geval heb ik wel weer sleutel erbij. En daar is ook, dat is ook wel heel belangrijk.
Let's go downwards. Maar ik wil ook deze aflevering afsluiten. Laat even een like achter. Vergeet niet te abonneren. En dan tot de volgende keer. Doeg.